Het is vandaag maandag 2 juli en we zijn op de Calvijnschool waar groep 8 deze middag de musical gaat presenteren aan hun opa's en oma's. De afgelopen tijd hebben wij als juffen van groep 8 veel met de kinderen geoefend. En deze middag laten ze de voorstelling voor het eerst helemaal zien aan hun opa's en oma's. Die zijn uitgenodigd en die komen zometeen hier naar onze voorstelling kijken. Ja, Kuzien, zou jij iets willen vertellen over waar de musical over gaat? Nou, de musical heet Start. En het is eigenlijk de start van de Olympische Spelen in Londen. Dus de musical is daar voor geschreven. En we vonden hem zo leuk, met name omdat we ook een hele sportieve klas hebben. Afgelopen jaar heel veel bekers gewonnen met toernooien en wedstrijden. Leek het ons een hele leuke musical om met deze klas te doen. Nou, zoals iedereen weet starten de Olympische Spelen altijd met de opening van het Olympisch vuur. En nou, zo gaat het ook bij ons beginnen. Alleen ja, gebeurt er tijdens de musical iets ergs met de fakkel, met het Olympisch vuur. Dat wordt gestolen en nou, er gebeurt verder nog van alles. En het vuur wordt op een gegeven moment, of de fakkel wordt gevonden, wordt eigenlijk dan weer stiekem doorverkocht. Nou, al met al, van alles gebeurt er tijdens de musical. En we hopen dat de kinderen en al de aanwezigen daar heel veel plezier aan mogen beleven. Ik ben Francisca en ik speel een oma in de musical. Het was best leuk om het te doen, maar we hebben niet super sonisch laag of zo geoefend. Mijn kleindochter speelt mee en vindt het een geweldige middag. Ik ben Willem en ik speel een politieagent die het raadsel oplost van iets dat er is gestolen. Dat los ik dan op.